Totaal accounting is een nieuwe wijze van financieel verslaglegging waarbij iedere boom die gekapt wordt opnieuw wordt geplant tegen nulwaarde. Immer omdat hij nimmer gekapt wordt. Ook gaat deze wijze van rapporteren uit van een balans- en VND-rekening waarin alle subsidies, milieuschade en belastingvoordelen uit het verleden rechtmatig worden verwerkt. Totaal accounting introduceert badwill tegenover de bestaande goodwill en neemt als uitgangspunt dat badwill immer hoger is dan goodwill uit het verleden. Nieuw is dat niet alleen waarde uit het heden in de toekomst kan worden gebracht, maar dat alle getallen met meer dan 11 cijfers als het teken oneindig worden weergegeven en dat waardes uit de toekomst naar het heden mogen worden gebracht in een fictieve tweede balans NVMW, die derhalve een afwijkend uitgangspunt neemt. Wij zien graag nieuwe reportages gebaseerd op deze wijze van totaalaccounting. Als voorbeeld in deze film nemen we de power-industrie, fossiel, kern en duurzaam. Met uitgangspunt stop nieuwe windmolens. En powertransmissie, ofwel transport van hoogspanningselektriciteit en alle elektriciteit met nieuwe